Mijn vader die deed alles voor mij en overal heen en sleutelen en nou ja, mijn grootste sponsor en mijn vriend natuurlijk. Dus dan, ja, als zo iemand wegvalt, dan maakt de sport zoveel minder leuk eigenlijk en ook zoveel moeilijker. Sam de Lange uit Wijtenveen is pas 16 jaar, maar vanwege zijn opvallende talent maakten we op TV Drenthe al op zijn 10e kennis met hem. Hij wist toen al precies hoe je een goede crosser kan worden. Op tijd slapen, goed eten. Ja, het hele wereldje moet aan elkaar geplakt worden en dan heb je een goed verhaal. Maar hoe mooi het verhaal toen nog leek, zo moeilijk zou Sam het nog krijgen. Zijn vader wordt ernstig ziek en dik 2 jaar geleden overlijdt hij. Sam is dan pas 14 jaar. Mijn vader die deed alles voor mij en overal heen en sleutelen en nou ja, mijn grootste sponsor en mijn vriend natuurlijk. Dus dan, ja, als zo iemand wegvalt, dan maakt de sport zoveel minder leuk eigenlijk en ook zoveel moeilijker. Nou, dan heb ik geluk dan dat twee jongens, Even Dijkstra en Erik Zwichelaar, dan met mij dat hebben opgepakt. Dus nou ja, het is allemaal goed te doen, zeg maar. Nou. Door het overlijden van zijn vader belandt Sam op een kruispunt in zijn sportcarrière. Stoppen of met alle steun van de buitenwereld toch nog alles op alles zetten om hoger op te komen. Ja, het is zo'n mooie sport en ik doe dat al vanaf kleins af aan. Ik heb zoveel nou ja, ook leuke herinneringen aan. Dus dan ja, het is het zo lastig om dat dan in één keer op te geven of zo. Maar ze moesten je flink bij je oren pakken, hè, om je bij de les te houden. Ja, dat wel ja. 2 jaar geleden toen we de overstap eigenlijk gemaakt hebben naar KTM. Toen ging het van beide kanten veel beter, het rijden ging beter. En ja, bij Sam tussen zijn oren ging het ook steeds beter. En des te mooier is het dan dat Sam vorig jaar oktober in Westerbork de Nederlandse titel in de 125cc weet te veroveren. Een titel die zorgt voor een grote ontlading. Dat kon je ook wel zien toen hij ja, zeg maar gehuldigd werd. Toen kwam er wel een hele hoop bij hem los natuurlijk. Dat is, en bij ons ook hoor trouwens. Dat kon je echt wel zien. En hoewel corona het niet bepaald makkelijk maakt, heeft Sam de draad weer goed opgepakt. En zijn vader Gesines rijdt altijd en overal met hem mee. Nou, we hebben 2 jaar geleden gekozen voor nummer 812. Om, Gesines geboortedatum was 8 december. Dus vandaar 812. Alles staat nu in het teken van de overstap naar het Europees kampioenschap in de 125cc. Fysiek doet de Lange er alles aan om in topconditie te komen. Begin deze maand was hij nog op trainingskamp in Spanje, waar hij elke dag op een ander circuit trainde. Het wordt ook meteen het jaar van de waarheid, want volgend jaar moet Sam qua leeftijd doorstromen naar de zwaardere MX2-klasse. Ik heb natuurlijk al een tijdje geen Europese kampioenschappen gereden, dus ik weet ook niet echt wat ik moet verwachten. Ik weet natuurlijk dat ze heel hard gaan, en, maar ja, je moet altijd gewoon van jezelf uitgaan en dan gaan we het zien. Maar het geduld van Sam wordt nog even op de proef gesteld, want pas eind juni is de eerste wedstrijd om het Europees kampioenschap in Engeland. En zet u zich even schrap voor het eindshot van deze 16-jarige. Oh, zo!